Hallo allemaal, mijn naam is Jip. Ik ben een cultuurvlogger voor My Daily Shot of Culture en ik ben heel blij dat jij weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Thuis Museum. Ik mag jullie weer meenemen. Ik ben vandaag ik heb best wel een eindje gereden. Ik ben in het Noord-Veluws Museum. Ik was hier nog nooit geweest, dus ik ben heel blij dat ik jullie vandaag mag meenemen. Naar boven. Ik sta al binnen in het museum, want ik heb veel aan jullie te laten zien. En het Noord-Veluws Museum is gevestigd in Nunspeet en dat is eigenlijk waar de vaste collectie hier ook om draait en eigenlijk ja, waarom het verzameld is, de kunstwerken die hier te zien zijn. En dat komt, je ziet al een beetje een impressie van de foto's achter mij, dat Nunspeet was ja, echt de place to be zeg maar vanaf 1874. Er werd hier namelijk een treinstation aangelegd en kwamen er allemaal kunstenaars hier naartoe om te gaan schilderen in de natuur, om het landelijke leven, het arbeidersleven, ja, het boerenleven zeg maar vast te leggen. En ja, het werd echt een kunstenaarsdorp. En daarom is deze collectie, het is best wel een nieuw museum, het bestaat sinds 2014, is gevestigd of ja, gestart om deze kunstenaars meer aandacht te geven en te verzamelen. Nou, ik ga een paar voorbeelden met jullie doornemen. Maar ik laat eerst nog even deze foto's zien. Dus dat geeft wel een leuk beeld van hoe het hier vroeger uitzag. Yes, gelukt. Hier zie je volgens mij het station wat dus aangelegd werd in 1874. Dus klederdracht. Heel typisch ook voor deze regio is dit huisje. Dat is het Zoomhuisje. En dat heel veel mensen denken, oh het is zomerhuisje. Maar dat is het niet. Zoom stond eigenlijk in een gedeelte van, ja, in de Zoom. Dat is een regio hier waar die huisjes stonden. De Zuiderzee was er natuurlijk toen nog. Dus die zie je ook beelden van. Goed, allemaal inspiratie dus voor die kunstenaars die hier naar Nunspeet kwamen. Nou, je ziet daar ook staan, kunstenaarsdorp. Hier nog dat huisje ook wat ik net liet zien. Typisch dus een zoomhuisje. Huisje aan de zoom. Nou, veel onderwerpen werden populair bij die kunstenaars. En dat waren zoals dit, het landelijke leven, zoals hier, deze schapen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, ik draai weer even om. Die schilders gingen zo veel van de natuur schilderen. Die kwamen ook vaak uit de steden, omdat er een enorme mate van industrialisatie was. En ja, om eigenlijk een soort tegenhanger te hebben, gingen ze die natuur schilderen. Niet per se verheerlijken, maar het was wel ja, terug naar de natuur en meer de nadruk daarop leggen. En een van de schilders die dat deed was Arthur Briët. Daar zie je hier een werk van hem achter mij. Ik ga de camera weer even omdraaien, dan kan ik het beter laten zien. Ja, hij ja, was best wel een rijke kunstenaar. Hij had een groot huis hier in de buurt. En hij liet zo'n zoomhuisje die ik net zie in zijn achtertuin nabouwen, zodat hij daarin ja, zijn schilderijen kon maken. En je ziet hier zo'n, ik zal even kijken voor de spiegeling, even zien. Hier zie je zo'n werk van hem, een moeder met twee kinderen of een baby in een wieg. En dat is gesitueerd in dat decorhuisje, zeg maar. Je ziet het niet heel goed, maar ja, dit was dus niet een echt arbeidershuisje, maar die namaak. En daar zijn ook foto's van. Dat is hierachter. Het zijn ook echt attributen die hij uit dat huisje, die daar ook echt te zien waren. En je ziet daarachter ook een foto van zijn, ja, hoe het er van binnen in het arbeidershuisje uitzag. En er was een ooggetuigenverslag en ik ga de quote even voorlezen. Hier, ten einde hier des te meer in op te gaan, heeft Briët in de onmiddellijke nabijheid van zijn villa een atelier laten bouwen, waarvan een gedeelte is ingericht als arbeiderswoning. Precies zoals de mensen daar wonen, slapen, koken, wassen, eten, soms met de kippen en de varkens. Alles in één enkel vertrek, zo artistiek, rommelachtig mogelijk. Toch grappig, toch? Dat hij dat heeft nagebouwd. Er is nog een ander werk van hem wat ik wel heel mooi vind. Dat ik jullie nog even wil laten zien. Dat is deze, dus ook van Arthur Briët. Je ziet hier zijn dochter. die wordt aangekleed en die doet steeds Suusje. Dit werk heet ook Suusje Kleden. En je ziet die vrouw waarvan we niet precies weten of dat de moeder is, dus de vrouw van Arthur, of dat het de kleedster is. Maar hij speelde heel erg met dat licht en als je goed kijkt, zie je gewoon dat licht door dat oor van de kleedster heen komen. Dat is wel heel knap gedaan. En waar de theorie is dat het bijvoorbeeld de moeder zou kunnen zijn, is als je goed kijkt, dan zie je dat de hand, het gezicht en dit bij elkaar een soort hart vormt. Aan de andere kant is het meisje erg chic gekleed met een lint in de haar en duidelijk wat duurdere kleding. En is de vrouw erg sober gekleed. Dus dat zou dan weer aangeven dat het misschien een werkster zou kunnen zijn. Dan ga ik nog één werk van Briët hier laten zien. Hier schildert hij een landschap, een besneeuwd landschap, waar hij volgens mij in Berlijn een prijs mee heeft gewonnen. Maar hij zei dat dat was niks voor hem. Hij zei, ik voel me een beetje als een baby met een sigaar in de mond of een kind met een sigaar. Oftewel, dat hoorde, klopte voor zijn gevoel niet. Dus hij hield het liever bij zijn decorwoninkjes in de achtertuin. Maar toch vind ik dit wel een heel erg mooie schilderij, moet ik zeggen. Besneeuwde landschap. Nou, hele prachtige werken hier allemaal. Ik loop er even doorheen, want er is beneden nog een hele interessante andere tentoonstelling. Maar voordat we naar beneden gaan, wil ik nog één werk laten zien. En dat is dit werk van Frans Huismans. Die wat later, dus in 1874, kwamen die kunstenaars hier allemaal naartoe. En dit is al, moet ik even spieken. Ja, ik kwam in 1936 in Nunspeet, dus dat is echt wel een stuk later. En je ziet ook al wel een veel modernere manier van schilderen. Ik vind het wel heel mooi eigenlijk. En wat wel leuk is dat na de tijdelijke tentoonstelling die er nu is, komt er een tentoonstelling over deze schilder, dus Frans Huismans. Goed, we gaan naar beneden. Want dit is de vaste collectie, wat dus samenhangt met de geschiedenis van Nunspeet, van dit gebied. Maar ze hebben ook een hele prachtige tijdelijke tentoonstelling. En een hele interessante tentoonstelling, maar ook wel een, vind ik, belangrijk onderwerp. En dat gaat... Wacht, ik loop eerst even heen, dan zal ik jullie vertellen waar de tentoonstelling over gaat. De tentoonstelling heet Vermoorde kunst. Ik draai eerst even mijn hondje. Het heet dus Vermoorde kunst. Het gaat over, hangt hier allemaal werk van allemaal Joodse kunstenaars. En de kunstenaars zijn onderdeel van de 104.000 Nederlandse Joden die zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus deze kunstenaars zijn... Die konden hun werk niet meer uitoefenen. Dus daarmee zou je kunnen zeggen dat hun kunst ook vermoord is. Veel kunstenaars hier, sommigen die doken onder. Die bleven enigszins doorwerken. Andere kunstenaars die gingen openlijk in verzet. Maar hoe dan ook, zijn al deze kunstenaars dus omgekomen. Ze zijn Joods, dus dat is eigenlijk de gemene deler. En deze tentoonstelling is georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid. Wat natuurlijk dit jaar is. Maar heel veel van deze kunstenaars zijn dus verdwenen, zijn vergeten. En sommigen zijn nu echt voor het eerst zo tentoongesteld. Dus dat is wel heel bijzonder. We beginnen eventjes met dit kunstenaarsduo, Else Berg en Mommie Schwarz. Die in Nederland, vooral in Bergen, veel naam maakten. En zij waren, zie je ook al wel, echt wel wat modernere kunstenaars. Zij waren degene die zeiden, wij gaan niet onderduiken, blijven doorschilderen. Uiteindelijk weigerden ze ook om een Jodenster te dragen en zijn ze gearresteerd en omgekomen in Auschwitz. Deze tentoonstelling is in samenwerking tot stand gekomen met een museum hier in de buurt, namelijk Sjoel Elburg Museum. En daar is de tentoonstelling helemaal gewijd aan dit echtpaar. Goed, ik ga een aantal werken met jullie bespreken. Het is dus heel divers wat je hier ziet en dat komt dus omdat die gemene deler is dat het Joodse kunstenaars zijn... En dat ze zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Maar verder, de stijl verschilt dus heel erg. Een goed voorbeeld is deze prent, of ets is het, van Mesquita. En die naam zeg je misschien minder, maar als ik zeg dat hij de leraar is geweest van Escher, dan zegt je dat waarschijnlijk wel wat. Hier is trouwens een zelfportret van hem. Mesquita die maakte heel veel, was een, ja, echt een graficus. Hij maakte etsen, tekeningen en was dus leraar van Escher. En toen hij en zijn vrouw werden opgeroepen voor transport of gearresteerd werden, is Escher naar zijn atelier gerend. En die heeft 136 werken kunnen redden. En dat is waarom er nog relatief veel van hem bewaard is gebleven. De laatste tijd zat hij opgesloten in zijn huis en maakte hij vooral dit soort werken. Een beetje karikaturen, overdreven figuren, mannetje met bochel. We gaan door. Het is echt wel heel divers wat je hier allemaal ziet. Oh, mooi. Dan komen we hier bij dit enorme kleurrijke werk. Dat is van Martin Monnickendam. En Martin Monnickendam, dat was een hele eigenlijk gerenommeerde goede kunstenaar in die tijd. Nog steeds, maar toen werd hij ook echt wel enorm gewaardeerd. Hij studeerde in Amsterdam, kreeg op zijn 50e verjaardag een eretentoonstelling in het Stedelijk Museum. En schilderde met heel veel kleuren en heel veel spat er echt vanaf, dat zie je hier ook wel. Het is echt een groot werk. Ik zal even ervoor gaan staan, dan kunnen jullie dat zien. Dus ik sta er nu, 50 centimeter voor. Dan gaan we er even van aflopen. Het is echt wel een gigantisch werk. Hij was dus een gerenommeerde kunstenaar die erkend werd. Hij woonde aan de Stadhouderskade, had een heel groot huis. En uiteindelijk, hij heeft een enorme bewogen leven gehad in die zin dat hij op een gegeven moment opgeroepen werd voor transport. Maar hij is vlak daarvoor met longontsteking overleden. Zijn werk is wel bewaard gebleven. Hij heeft een oeuvre van, er zijn nu 4000 werken geloof ik gecatalogiseerd, maar er zijn er nog veel meer. En het schijnt dat als hij tentoongesteld werd, dat zijn werken zo kleurrijk zijn dat andere kunstenaars liever niet naast hem wilden hangen, omdat dat dan een beetje flats werd. Ik vind dit ook wel een heel mooi werkje. Ook weer dat Drentse landschap. Hij kwam trouwens hier ook veel in de buurt. Dus dit is het boerenleven van een dorp hier in de buurt. Volgens mij is dit zelfs Nunspeet inderdaad. Zijn dochters zijn hier ook in de buurt gaan wonen. Dus hij had ook wel degelijk nog een connectie met de plek hier. Maar dat is meer toeval. Freco Henn, misschien wel een naam die jullie kennen. Echt een grafische kunstenaar, zijn vrouw. En zij maakte eigen vrije werk, dat zie je hierboven. Maar ook veel affiches voor gemeentes. En wat wel heel bizar is, is dat bijvoorbeeld dit boek maakte zij in 1942. En in 1943 is zij vermoord in Auschwitz, volgens mij. Zij zat trouwens ook in Bergen, net als heel veel andere kunstenaars hier. Dat was ook zo'n kunstenaarsdorp. Echt veel werken. Er hangen werken van 25 kunstenaars. En dan ga ik naar de laatste. En dan wil ik iets vertellen over dit portret van Max van Dam. Dat is een hele jonge kunstenaar. Hij was al duidelijk dat hij heel veel talent had. En hij kreeg een soort protégé, of hoe zeg je dat, een mecenas. En dat was dokter Jaap Hemelrijk en die zie je hier ook afgebeeld. Dus dit is een portret van hem. En die Jaap Hemelrijk en ook Max van Dam zaten allemaal in Bergen. En Max van Dam die kon daar nog lang door blijven werken. Maar op een gegeven moment is hij gevlucht. Hij is geprobeerd te gaan vluchten. Hij is naar Frankrijk gegaan, maar hij is helaas verraden, opgepakt en in Sobibor terechtgekomen. En daar heeft hij lange tijd schilderijen gedwongen moeten maken voor de nazi's en het casino daar. En hij is uiteindelijk daar ook overleden. Al deze werken zijn nou ja, bij elkaar gevonden en tentoongesteld doordat er allemaal verzamelaars zijn die specifiek Joodse kunstenaars verzamelen. Ook om de nagedachtenis naar deze kunstenaars levend te houden. En dit zijn dus ook allemaal werken uit privéverzamelingen, de meeste. Dat is wel heel bijzonder. En het is natuurlijk in het kader van 75 jaar vrijheid. En het is wel bizar om te beseffen dat gewoon zo'n hele grote groep talentvolle jonge kunstenaars, zoals die Max van Dam, echt een jonge kunstenaar, zijn omgekomen en vermoord. Je wordt er ook wel een beetje treurig van. Maar ik vind het wel heel mooi hoe het hier is tentoongesteld. En ook dat je denkt, waarschijnlijk hebben ze dus niks met elkaar te maken. Het zijn gewoon allemaal kunstenaars met dromen, met een eigen toekomstvisie. En die zijn gewoon bruut daarin verstoord. En het is jammer dat we niet meer van deze kunstenaars kunnen zien. Maar goed, het is wel goed om erbij stil te staan. Ik vond het heel bijzonder om hier te mogen zijn. Deze tentoonstelling is nog een tijdje open, dus als het weer mag, dan kun je hier naartoe. Eventueel combineren met een dagje Nunspeet. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Oh ja, onder de video staat een donatieknop. Als je nou denkt, ik wil dit museum helpen, deze moeilijke tijd door, dan weet je daar de knop te vinden. Elk kleine beetje helpt, dus heel veel dank daarvoor. En bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En ik zie jullie hopelijk snel bij een volgend thuismuseum.